hebben al een heel avontuur achter de rug. Want Chris die verloor zijn slipper midden in het Prinses Margriet kanaal. Het is vandaag zaterdag. Welkom bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Tineke en ik ben een vloggende 50-plusser. En jullie zien het alweer. Ik ben op de boot. Het is 10:15. We zijn niet vroeg. Maar we hadden een beetje uitgeslapen, een beetje omgedangeld nog. We moesten ook nog wat spulletjes inpakken. Want we waren ook nog niet zeker van of dat we wel zouden gaan. Maar het weer lijkt wel wat mee te vallen. Dus we gaan toch maar. Chris is al bezig met... een van de palen hierachter, daar wil hij een soort van haken op hebben. Dat als wij, want we hebben vaste lijnen op de palen zitten. Dus als we aankomen varen kunnen we die gelijk pakken. En daar wil hij nu een soort haken op hebben dat die touwen niet in het water hangen. Dus daar is Chris mee bezig. En ik zal de boodschapjes in de koelkast doen. Het eten. En dan zullen we eens even zien waar we heen gaan. Daar zijn we nog niet helemaal over uit. Chris die heeft last van zijn kaak nog steeds. Die heeft wel antibiotica, maar dit is nog steeds dik hier. Dan krijg ik van Ronald, van moestuinieren met Ronald. Kijk, een salieplantje. Hij zegt, dat is geweldig spul. En dat weet ik, dat had mijn moeder vroeger ook al. Daar kregen we thee van voor als we blaasontsteking hadden of... verkouden waren. Salie, een heel goed geneesmiddel. En ja, ik heb salie gehad in mijn vorige huis, maar het is altijd wel handig om te hebben. Dus ik krijg een salieplantje van Ronald, heel lief. Dus, nou, ik zal even verder hier. Lukt het? Ja, klaar. Het is wel een klein haakje, hè? Nee. Blijft dat hangen dan? Ja. Nou, hier is de hele bende weer. Zo, het zit bijna in de kastjes allemaal hier. Ik ben trouwens een hele avond en nacht bezig geweest om een vlog te uploaden. Dat, ik weet niet, het internet was niet goed. En het iMovie programma op mijn laptop. Dat moet ik me eens in verdiepen sinds er een update is geweest weer van het besturingsprogramma. Werkt het niet meer zoals het moet werken. Het wou niet. Dus het heeft lang op zich moeten wachten. Ik ben er lang mee bezig geweest. Ik heb op een gegeven moment alles maar weer op de iPad gedaan. Dus alle filmpjes opnieuw weer geëdit op de iPad. En toen uploaden. En dat heeft de hele nacht geduurd tot vanmorgen, 1:30. Toen stond hij er eindelijk op. Dus ja, dat was een gedoe. Je vaart haast bij de mensen in de achtertuin, hè? En zo naar binnen kijken. Dag. Langzaam varen. Nou, dat doen wij, toch? Ja. We varen keurig langzaam. Ja. Nou, lieve mensen, we zijn aangeland. We liggen hier aan zo'n eiland. Aan die kant is het Snekermeer. En die kant op is het Groongraafse Poelen. Dit is zo'n doorvaart. En dit is toch het meest beschutte, denk ik, qua weersomstandigheden. Maar... wel weer eens even een ander plekje waar we anders altijd liggen. En het begint al wat te druppen. We hebben al een heel avontuur achter de rug. Want Chris die verloor zijn slipper midden in het Prinses Margriet kanaal. En 3-4 pogingen met de pikhaak die ergens onder in de boot lag. Die eerst nog gepakt moest worden. Hebben we die slipper er weer uit gekregen. Ja, zijn Nike slipper. Ja, het is aardig aan het betrekken. Het is donker.
En een hoop mensen zoeken nu een plekje om te schuilen. We zitten lekker aan een bakje koffie en een latte macchiato. En ik zal straks aan dit boek beginnen. Daar waar de rivierkreeften zingen. Die heb ik van mijn zoon gekregen op mijn verjaardag nog. En het schijnt een gruwelijk mooi boek te zijn volgens de recensies. Dus we gaan het meemaken. Nee, niet. Hier ligt weer overal stront. Even zien. Hier maar even heen. Er liggen allemaal ganzen achter. Ik hoor ze wel, maar ik zie ze niet. Heel hoog riet hier. Beetje drassig. En ik heb sandalen aan. Nou, het gaat nog goed. Hierachter is Snekemeer. Daar. Kijk. Dit zijn allemaal ganzen die komen aanvliegen. Er zijn wedstrijden bezig op het Snekemeer. Ja, gadverdamme. Overal weer stukjes wc-papier met stront. Bah. Oh, bah. Kijk eens, jongens, hoe vies. Iedereen doet massaal hier zijn behoefte. Ja, snap ik ook wel. Als jij met een open zeilboot of een sloepje komt, er zit geen wc op. Dan moet je het ergens laten. Maar... Nou, daar verderop liggen wij. Deze steiger is helemaal leeg. Een paar boten na. Nou, deze kwam er weer uit. Kijk eens. Een hele mooie grote bramenstruik. Allemaal wespen zitten erin, of bijen? Ja, zitten bijen in. Het is inmiddels 8 uur geweest. We hebben net de afwas aan kant. Chris is Romke nog even aan het uitlaten. En het is koud en bewolkt. Maar we hebben maar een heel klein beetje regen gehad vanmiddag. Klein spatje. Stelde niks voor. En het ijsboertje is weer langs geweest. Diezelfde jongen weer met zijn blauwe bootje. En... Het kwam er goed uit, want ik was de toetjes vergeten. Dus we hadden een lekker ijsje als toetje. Ja. Eens kijken of Chris er al aan komt. Nee, nee, je kan best, best ver die kant uit. Goed, dat heb ik vanmiddag gedaan. Dus hier hadden we nog niet eerder gelegen. Ook niet met onze vorige boot. Wel altijd langs gevaren. Maar nog nooit overnacht. Het is sowieso met deze boot dat we veel meer weg zijn en meer overnachten. Ja, komt toch waarschijnlijk omdat we wat meer ruimte hebben, meer luxe. Wat, ja, dat zal het wel zijn. Dat je het toch kan redden, ook als het slecht weer is. Ik ga het gewoon even zitten lezen. Of tv'tje aan. Dus dat, oh, daar komen de mannen al aan.
Goedemorgen, Romke. Goedemorgen, jongen. Het water voor de koffie staat al op. En hier is de koffie. Goedemorgen, lieve mensen. Goedemorgen, zondag vandaag. Het is heel slecht weer geweest vannacht. Het heeft geplenst en geonweerd. Dus we konden eerst niet echt in slaap komen. Maar toch wel lekker geslapen na die tijd. Op een gegeven moment was het rustig. Dus het was maar van korte duur. En nu is het 8:30. De tent al open. Het waait lekker. Een lekker temperatuurtje. Het zonnetje schijnt. Het is ook wat bewolkt. En daar zie je ook wel wat onweerswolkjes nog hangen. Dus ik ben benieuwd wat het gaat worden vandaag. Maar ja, op zich best lekker geslapen. Ja hoor. Fries heeft de dek al even droog gemaakt en het zonnepaneeltje al neergelegd. En we gaan een bakje koffie doen. Gaat het nog wat worden vandaag? Hé? Ga je de hele dag slapen? Nee, toch? Je gaat toch niet de hele dag slapen? Hé? Er zit een kaastosti in de maak. Gaat het goed, Romke? Gaat het goed? Hé? Hey? Wat doet baasje daar? Alle hondjes hebben het zo goed hier. Dag, buurman. Hey Jorkie. Nou, wij varen weer terug. We doen nog even een klein stukje Snekkermeer. Het zijn allemaal weer wedstrijden hier. En dan gaan we zo zoetjes aan weer naar de haven. Het is 3:00. Celine die komt straks weer. En ja, dan is ons vaarweekendje weer over. Ja, dat voor mij nog even langer mogen duren het weekend, maar goed. Daar doen we niks aan, Ronke. Allemaal hondjes waar wij lagen. En die kwamen, ja, allemaal jonger dan hem, veel bombardie op hem af. En dan kan je toch merken dat hij dat niet meer kan hebben, dat jeugdige gedoe. Hij wordt wat zagrijnig ervan. En ja, jammer. Maar goed, we moeten het maar voor lief nemen. Onze vent wordt oud. Wij ook trouwens. Nou, we zijn in Uitwellingen, vlakbij de haven al. Het is nu 4:30. Straks ons plekje opzoeken. Spulletjes snel inladen, het meeste heb ik al ingeladen en dan zijn we ook zo weer thuis.